Met de Groene Oosten is dé tv-serie over de duurzame ontwikkelingen in Overijssel. Duurzaam leven is namelijk niet langer suf en saai, maar juist heel leuk en logisch. Vanaf volgende week is er weer een nieuwe serie. Maar vandaag laten we zien wat we vorig seizoen allemaal tegenkwamen. Haha! Je hebt natuurlijk de vrij eenvoudige oplossingen om energie te besparen. En dat begint met de deur dicht doen. De koelkast niet open te laten staan. Nog een keer de deur dicht. Geen water verspillen, maar hoe bespaar je nu echt op de energierekening? Dat vragen wij de energiebesparingsexpert. Hallo Bert, vertel, hoe gaan wij nou echt goed besparen? Nou, besparen begint met inzicht. En dat inzicht krijg je via de slimme meter. Ja. Ja? We hebben een kastje gemaakt, de SmartBridge. En die haalt de data uit de slimme meter en zet die op het internet. En die data gebruiken wij in een app om real-time inzicht te geven in energieverbruik. Wat heel veel mensen vergeten is die oude beestjes. Deze. Ja, dus een oude vrieskist. Koop gewoon een nieuwe. Dus de oude meuk, dat zijn de grote boosdoeners? Oude meuk eruit. Oude meuk eruit. Met die apparaten. Nou, één keer eroverheen en dan gaan we. Go! We moeten dus elektrisch gaan rijden. Maar toch heb ik het idee dat niet iedereen zover is om echt elektrisch te gaan rijden. En daarom hebben we een proefrittenspectakel georganiseerd samen met de ANWB. Als er meerdere laadpunten zijn, dan is het echt een ideale wagen. Oké. Nou, vertel. Ja, super. Ja? Ja, loopt fantastisch. De wethouder komt ook even een kijkje nemen. Goedemorgen. Goedemorgen. Groen? Hartstikke. Ja? Elektrisch. Rij je er serieus op rond de Enschede? Ja, zeker. Absoluut. Het is of fietsen of elektrisch. De actieradius is eigenlijk alleen een bezwaar als je vertegenwoordiger bent en 60.000 km per jaar rijdt. Dan moet je nu even geen elektrische auto rijden, want die rijdt gewoon nog niet ver genoeg. Maar gemiddeld genomen rijden de mensen woon-werkverkeer 50, 60 km per dag. En dat is met een elektrische auto heel makkelijk te doen. Ja. Er komen steeds meer elektrische auto's, maar ze worden ook steeds mooier. Wat dacht je namelijk van de Tesla S? In de Verenigde Staten als veiligste getest, maar vooral heel mooi en heel snel. En we hebben de primeur, want hij is net in Nederland. En we gaan hem laten racen tegen een leuk benzineautootje van niemand minder dan rallykampioen Erik Wevers. Tja, wat zal ik zeggen van de Ford Fiesta van rallykampioen Erik Wevers? Eigenlijk maar één ding. Een benzine slurpend monster. Bring the action.
gaaf hoor. Ja, maar in het begin, toen ik wegging, was het echt mega close. Ja. Ja, toen, ik denk dat ik een klein beetje voordeel had doordat ik gewend ben om in de bocht te rijden. Hoor je bochten bij jou, wap, en omgekeerd. Ja. Maar wat vind je? Vind je mee? Wel snel. Ja, hè? Ik vind hem echt snel. Jij een keer proberen? Ja, dat is goed. Nou. Ik kom niet eens weg in dit ding. Waar was je nou? Ja, het was iets te veel apparatuur. Starten lukt toch niet? Ik denk, waar blijft hij nou? Ja. Dus ik kijk in mijn spiegel, maar er gebeurt er niks. Nee, ik denk, stap maar uit. Ik denk, ik ben benieuwd wat jij hiervan vindt. Ja, ik vind het geweldig. Ja? Dat is zo snel, zeg maar. Het accelereert weg. Dus het is niet normaal. Dus zelfs jij als rallykampioen denkt nog van, maar... Ik vind het echt een leuke auto. Aardbeesje. Ja. Overgaan op elektrisch, is dat iets in de rallysport? Ja, nog niet. Misschien voor de toekomst. Ja, hè? Ja. Nou ja, nog even je reactie over de Tesla. Helemaal top. Helemaal top. Bio-energie, wat is dit nou precies? Nou, bio-energie is energie die je maakt uit biomassa. En we staan er hier middenin, maar ja, biomassa is eigenlijk alles wat in de natuur wordt geproduceerd en waar je energie van kan maken. Want mest is dus een van de belangrijkste grondstoffen voor bio-energie. Dus ik heb een tonnetje mee, ik ga maar even wat verzamelen. En daar heb ik haar voor nodig. Kom maar, even hier wat inpoepen. Poep maar hoor. Poep er maar. Mevrouw. Nou, ik ga maar scheppen. Hop. Nou, ik vind het wel genoeg. Zo. En nou ga ik naar het laboratorium van Hoost. En dat is een van de grootste producenten van vergistingsinstallaties in de hele wereld. En die kunnen precies uitleggen hoe je nou van deze poep bio-energie maakt. Bedankt dames. Nou. Jemig, ja. Dat is een mooi product. En nu? Ja, zoals je ziet is het proces mooi op gang gekomen. Er vormen zich belletjes met biogas. Het biogas gaat vervolgens via deze leiding naar de bellenklom. Ja. Hieruit kun je zien dat er dus mooi wat biogas gevormd wordt. En dit gaat naar het brandertje. Nou, en zo kun je dus uit poep kun je dus energie maken. Nou. Steek hem maar aan. Hoppa. Oh, dat gaat mooi. En zo zetten we thee. Ja. En dat is weer even wachten, hè? Ja, we wachten gewoon even door. En de thee is klaar. Kijk, een kopje thee. Gemaakte koeienpoep, als het ware. Want, directeur van Hoost, wat we net in het klein zagen, dat doen jullie dus in het groot. En daar staan wij nu. Ja, dit is een installatie waar het op grotere schaal is in het lab. Voor ons is het een hele kleine installatie. De ja, dit is nog niks. De meeste installaties zijn echt veel groter. Maar dit is een installatie waar de boer alleen zijn eigen mest omzet in biogas. Oké. En het proces is zo dat de mest uit de stal wordt met een pomp in deze reactor gepompt. Ja. Hier blijft het ongeveer 8 dagen in. Daar wordt bijna alle gas eruit gewonnen. En de mest gaat daarna naar de opslag. Oké. En wat zijn dan de grote voordelen van zo'n compacte vergister? Het grote voordeel van zo'n compacte vergister is dat de boer zijn eigen mest omzet in elektriciteit en warmte. Waarvan circa 75-80% van de elektriciteit naar het net gaat. Want hij maakt veel meer elektriciteit dan dat hij zelf nodig heeft. En voor deze boer ook nog dat hij de warmte benut. Ja. Daarnaast is het zo dat je doordat je de mest direct uit de stal in een gesloten vergister stopt, dat je methaanemissie, een belangrijk broeikasgas, en ammoniakemissie, een verzurende stof, dat je die vermijdt dat die in het milieu terechtkomen. Veel mensen zien de voordelen wel in van zonnepanelen, maar durven ze toch niet te kopen, omdat ze bang zijn dat ze snel stuk kunnen gaan door bijvoorbeeld een flinke hagelbui. Nou, dus even testen waar ze tegen kunnen.
Jongen, jongen, wat een knal. Oké. Nou, een hagelgeweer, daar kunnen ze niet tegen. Kijk dan. Zo, gelukkig hebben we er nog eentje. Want we moeten natuurlijk even gaan testen met echt hagel. Kijk, volgens KNMI vallen er heel af en toe hagelstenen van 2 à 3 centimeter. En als ze dat doen, dan doen ze dat met zo'n 50 km per uur. Nou, dat gaan wij dan natuurlijk ook even testen. Nou, even kijken. Jongen, dat is helemaal niks voor zo'n zonnepaneel. En dit soort jongens, ja, die vallen natuurlijk heel zelden. Maar als ze vallen, nou, met zo'n 120 km per uur. Je raadt het al. Testen we ook even. Ben benieuwd. Dat is de beste jongen. Nou, helemaal niks. Volgens mij raak ik hem hier. Helemaal niks. Nou, bewijs, ze kunnen tegen een stootje. Naast mijn eigen bijzondere testmethodes bestaan er gelukkig Europese richtlijnen en keuringsinstanties die de sterkte van zonnepanelen controleren voor deze op de markt komen. Kunnen we ook gebruik maken van windenergie zonder daarvoor zo'n windmolen in de tuin te hoeven? Nou, dat ga ik vragen aan de windexpert die onder me hangt. Ah, dan ga ik even zoeken naar beneden. Arthur! Gezellig, hè? Ja. Nou, vertel maar. Kan dat? Nou, tot voor kort kon dat niet. Nee. Maar daar hebben we wat op gevonden. Hoe dan? En dat noemen we windwissel. De windwissel? Ja. En dat is? Nou, je kunt als burger, als particulier, kun je een stukje kopen van de productiecapaciteit van zo'n grote windmolen. En dan maak je met dat stukje windmolen maak je, je eigen stroom. En dan heb je 10 jaar lang, ieder jaar, 500 kilowattuur voor niks thuis geleverd. Oké, en wat scheelt dat dan dus? Wat is het voordeel ten opzichte van gewoon stroom? Als je gewoon stroom koopt, dan ben je sowieso nu al duurder uit. Ja. En zeker als de stroomprijzen de komende 10 jaar gaan stijgen, dan wordt je voordeel alleen nog maar groter. Dus je moet het eigenlijk sowieso doen? Je moet het sowieso doen, ja. In Nederland gooien we per jaar 100.000 vrachtwagens vol goed voedsel weg. Via Twitter kreeg ik de tip dat er mensen zijn die dat afval uit de afvalcontainers halen. En dat noemen we dumpster diving. Ofwel duiken in die afvalcontainer. Nou, de eerste buit. Oh, kijk, het is aardappel. Dat meen je niet. Kip, je brie. Ach, dat ik. Dat is toch hartstikke mooi. Kijk eens. De kok, yes. We hebben afval. Nou, dus kijk waar we mee kunnen. Ja, jij kan er wel wat mee. Hallo. Nou. Kijk wat ik jullie heb gemaakt. Ah, dat ziet er geweldig uit, joh. Wauw. Ja, het is afval. Geen kip, toch kip? Je koudt nog gewoon door en je slikt het ook nog door. Dat smaakt lekker. Ja. Hoe goed zijn wij aan het afval scheiden? En dat vragen wij de vuilnisman. Ho, André, wij zijn geen vuilnisman meer. Wij voelen ons tegenwoordig grondstofmanagers. Grondstofmanagers. Nou, meneer de grondstofmanager, hoe doen wij dat qua afval scheiden? Weet je netjes? Nee, op het moment even niet. Nee? Nee. 80% van wat hier in deze auto zit, is nog steeds recyclebaar. 80%? 80%, André. Dat is niet een klein beetje, hè? Nee. Is dat echt waar? Dus als ik willekeurige tuin inloop en ik trek er een grijze container uit, ja, dan zeg jij, dat is allemaal niet best. Nee. Nou, dat gaan we doen. Maar, kom, gaan we. Nou, meneer de grondstoffenmanager. Een grijze container. Wat? Patrick, zie je al van allerlei spullen? Wacht even. Dit zijn klein elektrische apparaten. Die hoort er al niet in te zitten. Strijkijzer. Groen afval. Er zit dus in deze container nog 21% GFT. 21% GFT. 10% papier. Zelfs 20% plastic. Allemaal kleimateriaal, glas, textiel.
4% textiel. En dan blijft er maar zo'n klein beetje grijs blijft over. Dus als we het netjes zouden doen, dan zouden we alleen maar dit overhouden. Ja. Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Nou, dat is het motto van het educatieprogramma Wereldverbeteraars. Want afval scheiden, ja, daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Jongens, naar de les, naar de les. Hey. Wat zijn jullie aan het doen? Nou, ik dacht dat er heel veel robots komen en dat ze dan afval gaan op de hele wereld. Slim. Cool. Of wat is het woord eigenlijk? Vet? Maar als iets mooi is, is het dan gaaf of vet of cool of leuk of super? Leuk. Leuk? Nee hoor, dat was vroeger al. Nice. Nice? Nice. Oh, jij maakt er één bak van waar alles in gaat. Jij weet het beter joh. Dat is klasse. Geen gedoe meer met het afval scheiden. Nee. Gewoon erin. Alles in één bak? Nee, hè? Hè? Dit is het uitvinden. Yo. Wat hebben jullie jongens? Een robot die alles opzuigt. Maar dit is die robot die alles opzuigt. Nou, tuurlijk joh, dat ik dat niet meteen zag. En jij bent wereldverbeteraar. En hoe verbeter jij de wereld? Met recyclen. Met recyclen. Het is zo simpel. Hier is de grond. Hier gaat de afval in. Ja. Naar een container. Zo zegt hij dan ook. Dus dit is geen pakje fruitspa. Nee. Dit is gewoon een... Afval. En dan zegt hij de container. Maar wanneer heb je, denk je hem af te hebben? In 2030? Nee. Oh, zo meteen wel. Misschien. Jullie doen gewoon lekker kalle mannen, hè? Ja. Oh, en er komt zo op een wieltjes komt er zo aangereden. Ja. Zo komt hij zo over de zeeën en zo en dan zuigt hij het plastic op. Ja. Hij is eigenlijk een soort mannetje, maar dan in de vorm van een vliegtuig. Goed bedacht hoor, jongens, hè? Hier zijn echt niets. Niet dom, hè? Nee. Waar ga je dat doen dan? Gymnasium of zo hierna? Denk het wel. Dat denk je wel. Het educatieprogramma Wereldverbeteraars wordt op 51 scholen in Enschede gegeven. En dat is nog maar het begin. Want met de wereld verbeteren kan je niet vroeg genoeg beginnen. Dus en hoe vind je deze les? Leuk. Zegt u Binky leuk? Ja. Hoe vind je deze les? Nice. Volgende week blijkt dat je van oude pellets iets heel moois kunt maken. Horen we wat we tegen voedselverspilling kunnen doen. En we leren wat de juiste manier is om je auto te wassen. Tot volgende week.